schoenen zijn niet zoveel meer waard. Heb je er wel een beetje vertrouwen in, Rian? Ja, afgelopen zaterdag sprong ik een nieuw persoonlijk record hier in Kokkengen. En dat laat wel zien dat ik bij de kanshebbers hoor, ook voor dit jaar weer voor de Nederlandse kampioenschappen. Ik ben bij deze sport gekomen doordat ik vroeger al door mijn ouders mee werd genomen naar de wedstrijden. En er zijn niet veel sloten in de regio, dus er zijn hier in de regio van Utrecht zijn er ook verenigingen waar je het dan kan doen. En mijn broer ging toen naar een vereniging toe met een aantal jongens uit de klas. En toen ben ik eigenlijk daarna met mijn broer meegegaan omdat hij het zo leuk vond. En sinds ik 9 ben, ben ik dus begonnen en ik ben eigenlijk nooit meer gestopt. Maar de verrassing wordt Rian Baas. De Utrechter wint zijn eerste Nederlandse titel bij 21 meter 27. Het persoonlijke record zit nog ongeveer 40 centimeter onder het Nederlands record van Jacob de Groot. Maar het is wel het tweede persoonlijke record van heel Nederland. Dus de andere kanshebbers die hebben een record die iets lager is. Dus Jacob die heeft dit seizoen ook al 21-82 gesprongen. Dus daar, dat heb ik nog net niet gehaald. En hij is eigenlijk altijd bij elke wedstrijd wel de grote favoriet. Dus hij kan zomaar 21,5 meter springen, ook als je het niet verwacht. Bart Helmold is een van de favorieten, die springt op zijn thuisschans en die is echt al jarenlang Nederlands kampioen geweest. Hij is toen een tijdje gestopt, toen is hij gegaan voor sterkste man van Nederland, heeft hij ook hoge ogen gegooid en nu is hij dus weer aan het pols gespringen, dus hij heeft weer een comeback gemaakt. En dit jaar kwam hij ook op tot bijna 21 meter, dus een sterke concurrent voor zaterdag. En verder zijn Nart Brandsma en Isbrand Galema ook hele sterke springers uit Friesland die ook geregeld over de 21 meter springen.